Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis. Met vandaag een aantal gasten, waaronder Michiel Scheffer. En hij is de fractievoorzitter van D66 Gelderland. Michiel, van harte welkom. De statenverkiezingen, ze komen eraan op 18 maart. Waarom zijn ze belangrijk? Ze zijn belangrijk, want de stem telt dubbel. Als je op de statenverkiezingen stemt, dan stem je voor de Provinciale Staten. En je stemt voor de Eerste Kamer. Ja, en die Eerste Kamer, dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? En dat heeft alles te maken met de landelijke politiek. Dat is belangrijk, want in de Kamer moeten een aantal hervormingen komen waar D66 voor is. En daar hebben we echt een sterke Kamerfractie voor nodig. In Gelderland kunnen we investeren. En daar is een sterk D66 voor nodig om meer banen en beter onderwijs te creëren. D66, provinciaal, wat is nou het verschil tussen landelijk en lokaal? Is dat er überhaupt? Het verschil is niet heel erg groot, alleen wij zetten heel erg in op investeren. We hebben een fors vermogen als Gelderland en we vinden dat vermogen geïnvesteerd moet worden in innovatie, beter onderwijs. Maar Gelderland is een rijke provincie, als we het zo mogen zeggen. De provincie is nog rijk, ja. Dus we kunnen het nodige doen om het hier beter te maken. En dan wordt er ingezet, dus er valt al wat te kiezen op verschillende punten. De Provinciale Staten van D66, die zetten in op wat? Heel veel op energietransitie. Ook op duurzaam gebruik van energie in bedrijven. Klinkt mooi. Energietransitie. Dat betekent bijvoorbeeld de duurzame A15. Hè, dus de hele A15 voorzien van zonnepanelen aan de zijkant. Mm-hmm. Dat het niet alleen maar een autosnelweg is, maar ook een snelweg die energie opwekt. Oké. Wat nog meer? Tweede voorbeeld is investeren in innovatieve bedrijven. We zijn niet ver van Wageningen. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als al die innovatie uit Wageningen ook zich vertaalt tot voedingbedrijven die in dit... gebied, wat natuurlijk een traditie heeft op het gebied van tuinbouw, dat daar nieuwe producten van komen. Duurzame jam, betere kazen, een likeurtje. Maar ook bijvoorbeeld in Kesteren is een heel mooi bedrijf dat vleesvervangers maakt. Ja, klopt. En zo zijn er natuurlijk wel tal van voorbeelden te noemen. Precies, ja. Die provincie heeft, althans, voor mijn gevoel, best nog wel afstand tot de plaats als Tiel. Hè? Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want er zijn concrete zaken, in bijvoorbeeld alleen al de Tielse, die gerealiseerd kunnen worden door geld van de provincie. Precies, de West-Duinense Poort, die nu aangepakt wordt deels. Dat is natuurlijk een hele mooie. Dat is een hele mooie om die stad gewoon mooier te maken, om een cultureel kwartier te maken. De Zandwijkse Poort is natuurlijk een voorbeeld. Het verbeteren van de detailhandelsstructuur in de binnenstad, voor ons een heel belangrijk onderwerp. Dat die steden weer hun centrumfunctie krijgen met detailhandel, horeca, gezelligheid, uitgaansleven. Maar ook projecten in de Vinkenhof. Waar een buurt met verouderde woningen, slecht geïsoleerd, worden verbeterd, vergroot. En ook de openbare ruimte wordt verbeterd. Ja, en dat wordt erin gezet op, dat heet met een mooi woord, de regiocontracten. Dat heette de stadscontracten. De stadscontracten. Ja, dus gelukkig heeft Tiel ook zijn eigen contract, want daar is Tiel groot genoeg voor. Nou, is er een klein relletje binnen die provinciale staten rondom de PVD, PVV in dit geval en D66? Die PVV wil dat eigenlijk allemaal niet, hè? Nee, de PVV vindt dat subsidiepompen. Ja. En wij vinden dat projecten die gewoon voor mensen een verschil maken. Waar mensen door leerwerkplekken, door een betere buurt, meer kansen krijgen. Mm-hmm. En in een gebied als het Tielse, waar het opleidingsniveau relatief laag is, moeten echt mensen kansen krijgen. En dat bieden die contracten. En de PVV is daartegen en pakt het heel boekhoudkundig aan. Mm-hmm. Ze beheersen de kruistochten tegen de islam en de kruisposten doorlopen. Maar politieke bedrijven doen ze niet. En dus echt met voorstellen komen waar mensen iets aan hebben, doen ze niet. We hebben dat ingebracht en toen kregen wij het kwalificatie dat wij walgelijk bezig waren. Omdat het ja, wat hard aangezet, walgelijk. Het werd door hun hard aangezet. Dat was een tekst van de club, niet van mij in dit geval. Dat was een tekst van Marjolein Faber die ons walgelijk vond. Daar waar wij juist zeggen van, wat doen wij allemaal voor Tiel? Mm-hmm. Blusboten, de Vinkenhof. Het verbeteren van de Waaldijken, waardoor het niet tand wordt in het Tiel-Oost. Het uitbreiden van Medel, waardoor banen in de logistiek worden gecreëerd. Op al die punten heeft de PVV tegengestemd. Op al die punten heeft D66 voorgestemd. Ja. Wat doet dat met jou als je zulke dingen hoort? Walgelijk? Denk je dan van, hey. Nou, waar ik vooral heel boos om ben, is dat de PVV altijd schermt met Henk en Ingrid. Maar uiteindelijk hebben Henk en Ingrid geen lor aan de PVV. Als Henk en Ingrid een buurtsuper hebben, dan vindt de PVV dat een wijdewinkel kan komen. Ja, dan kun je sluiten als buurtsuper. Ja. In de buurten waar achterstanden zijn en waar ook veel immigranten wonen, maar ook Nederlanders, daar wilde de PVV niet investeren. Ja, dan krijg je radicalisering en dan krijg je ook Nederlanders die ontevreden zijn. Ja, daar word ik echt heel boos over. Dat uiteindelijk de kiezer niets aan de PVV heeft. Nou is de PVV zit hier niet aan tafel. We krijgen nog wel een verkiezingsdebat op Stadstv. Dus later gaan we daar zeker op terugkomen. Nee, ga vooral in gesprek met ze. Ja, zeker. Gaan we ook zeker. En laat de PVV vooral in gesprek met haar kiezers gaan.
Lijkt me ook van belang. Terug naar D66. Hoeveel zetels hebben jullie op dit moment? We hebben nu 4 zetels in de Staten. En we doen mee aan de coalitie met VVD, CDA en PvdA. En voor hoeveel zetels gaan jullie? Ambitieus? We gaan voor verdubbeling, dus naar 8. Oké. En hoe gaan jullie dat bereiken? Door heel veel op straat te zijn, heel veel in gesprek te gaan. Heel veel gebruik maken van sociale media. Ik bereik elke week ongeveer 100.000 Gelderlanders met mijn sociale media. Door gewoon een hele zichtbare campagne. En heel duidelijk telkens op die speerpunten. Meer banen, beter onderwijs, beter bestuur. Je bent nu 4 jaar actief binnen de Provinciale Staten. Waar liggen jouw eigen ambities? Mijn ambities is een grotere fractie. Meer invloed op het beleid. En met name die 4,4 miljard geld van Gelderland gewoon beter investeren in de Gelderse economie. Dus niet in Franse staatsledingen, maar in verbetering van openbaar vervoer, verbetering van innovatie. Maar ook breder dan alleen maar de topsectoren, ook in de landbouw. Is er nog ruimte binnen de provincie? Want je gaf het zelf al aan. De provincie is nog rijk. Want dat geld dat moet belegd gaan worden, zoals ik het begrepen heb, bij de landelijke overheid. Oftewel, minder rente. Ja, dus eigenlijk ben je dat geld gewoon kwijt. Ja, elke euro die we bij Dijsselbloem inleveren, levert een halve cent op. Ja. Elke euro die we in Gelderland kunnen investeren, levert tussen de 4 en de 8 cent op. Ja. Dus het is gewoon veel beter voor Gelderland om hier te investeren dan in Frankrijk of bij de Rijk. Maar goed, het is een feit. Geld is zo dadelijk, kwijt is een groot woord, is weg. Dus hoe gaat die toekomst uit? Nee, je bent niet kwijt. Als je als provincie investeert... Nee, klopt, maar je kunt het niet rechtstreeks gebruiken. Jawel, je mag het rechtstreeks gebruiken. Als je investeert in dingen die voor de provincie belangrijk zijn... Mm-hmm. Waarvoor een meerderheid bestaat in de Provinciale Staten... En mm-hmm. wat ook past in een coalitieakkoord waar D66 voor gaat. Als je een investeringscoalitie hebt, dan kun je dat geld ook investeren. Okay. Maar als je tot de bank houdt, ja, dan moet je het gaan inleveren bij het Rijk. Okay. En dat gaat Gelderland dus ook doen? Als het aan ons ligt, gaan we een groot deel van... Als het aan ons ligt, dat is echt nummer 1 campagne-item... dan willen we het investeren in de Gelderse economie. Zou het geld in Gelderland? Ja. Nog andere voorbeelden? Nou ja, een ander heel belangrijk onderwerp is de band tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Precies. Elke dag nemen 200.000 Gelderlanders de trein, de bus of de auto... om in een andere provincie te gaan werken. Dat is een ideaal campagnepunt voor ons. Dat is het station in Tiel 's ochtends. Maar het zou natuurlijk veel beter zijn als mensen in Gelderland kunnen werken. En wat ook een zorg is, dat aan de onderkant van de arbeidsmarkt zie je een mismatch. Bij Gispen in Culemborg mm-hmm. hebben ze structureel 2 lassers te weinig. Maar er worden te veel mensen opgeleid voor de zorg. Ja, daaraan werken, samen met de ROC's, is een heel belangrijk punt. Dus om werkgevers, onderwijs, dichter bij elkaar te brengen. Ja, dat is natuurlijk een issue wat al heel lang speelt. Hè? Maar hoe moet dat vormgegeven gaan worden volgens D66? Nou, je moet eerst de technisch onderwijs vooral aantrekkelijker maken voor basisschoolkinderen. Dus creëer momenten, technieklokalen waarin kinderen leren wat techniek is. Mm-hmm. Ik vind het ook altijd heel gek dat dat heel bestuurlijk aangepakt wordt. Ik heb zelf jarenlang in een oudercommissie gezeten. Betrek de ouders erbij. Dat is even enig. Meer instroom van kinderen naar de technische opleidingen. Ten tweede stageplekken. Er zijn bedrijven die dat heel goed doen, maar creëer meer stageplekken, bevorder dat. En heel veel scholen hebben verouderde technieklokalen. Dus de machines die hier staan, zijn niet de machines die meer in het bedrijfsleven staan. Dus de provincie kan daarin met samen bedrijven investeren in ja, het machinepark. Wat je ook gaat gebruiken als je gaat werken. Ja, dus de provincie kan veel meer zeg maar, monitoren en zou dat veel meer moeten doen. Ja. Dat is wat je zegt. Ja, en ook even een hele andere kant, veel simpeler. Zet nou op alle schooldaken zonnepanelen. Zet op in alle scholen een warmtekrachtkoppeling. Dan kun je die energierekening van die scholen fors verlagen. En dan kan het geld naar de klas. Ja, breng het geld daar waar het nodig ja. is. De provincie. Landelijk bestuur, provinciaal bestuur. En we hebben hier in Tiel natuurlijk ons eigen college en gemeenteraad. Daar wordt natuurlijk ook over gesproken. Hoe kan het efficiënter? Hoe kan het goedkoper? Sterker bestuur is een club mensen die denken van hey, herindeling. Hoe zouden we dat anders kunnen indelen? Hoe denkt D66 daarover? Nou, het heel belangrijk is dat als je als bestuur iets doet, doe het dan goed. Maar goed, die intentie hebben die mensen natuurlijk allemaal. Ja, dat hebben ze allemaal, maar de provincie... Er is geen enkel clubje die zegt van nou, dan gaan we eens eventjes flink verstieren. Ja, maar wat de provincie wel had als reputatie is een beetje een overbodige bestuurslagen die met symboolprojecten kwam. Mm-hmm. Het opgeblazen bestuur heet een boek enkele jaren terug. En wat deze coalitie gedaan heeft met D66 is van we doen dingen goed of niet. Ja. Dus geen symboolpolitiek meer, geen potjes van 3 ton, maar echt inzet op een aantal prioriteiten. Voor de provincie is dat regionale economie. Meer banen, betere werkgelegenheid. En de gemeente heeft het sociaal domein. Jeugdzorg, WMO enzovoort.
Dat is heel goed dat die taken goed verdeeld zijn. Ja, dat is ook goed te volgen. Hè? Dat is logisch dat het zo gebeurt. En dan volgens als de provincie. Maar goed. En die lijn moet doorgaan. Dus de gemeente is aan bod als het gaat om sociale taken. De provincie kan daarin helpen of toezicht houden. En de provincie is de eerste overheid als het gaat om ruimtelijke ordening en economie. Ja. Dat is heel belangrijk. Is het nou zo dat die onderste laag, en daar bedoel ik mee de lokale besturen... Als dat te klein is, is er dan te weinig kwaliteit? Daarom herindeling? Er zijn gemeentes in dit gebied die rond de 10.000 inwoners hebben. Lingewaal, nou, zeg maar gewoon keihard. Gewoon Lingewaal, Neerijnen. Ja. Die gewoon moeite hebben om een goed ambtelijk apparaat te hebben. Bij Neerijnen speelt ook nog een heel kwetsbaar politieke situatie bij. Dat is echt een zorg. Daar krijgen burgers gewoon niet meer de goede dienstverlening. Bestemmingsplannen worden niet goed nageleefd. En dan moet je echt als provincie ingrijpen. Hoe ziet D66 dat? Herindeling in het rivierengebied? Nou, wij vinden vooral dat zeg maar, gemeentes die aantonen het niet meer zelf te kunnen, dat die zeg maar, moeten heringedeeld worden bij een gemeente die dat wel kan. Dat is een Rijnen, laten we het zo maar zeggen. Dus de Rijnen, Maastricht, Lingewaal, die hebben het gewoon moeilijk. Ja, ja. Laat die heringedeeld worden bij Groten. Maar een gemeente als Culemborg of een gemeente als Tiel, die worden goed bestuurd. Die hoeven niet per se... groot heringedeeld worden. Aan de andere kant vinden we ook wel... Kijk, stad en ommeland horen bij elkaar. Mm-hmm. Het moet niet zo zijn dat we hele grote plattelandsgemeentes gaan krijgen... met kleine stedelijke gemeentes die ingesloten zijn. Ja, dat zie je een beetje, althans, zo zou het kunnen gaan lopen. Hè? Tiel heeft die regiofunctie. Ja. Je hebt een heleboel kleine gemeentes eromheen... Ja. en die wijzen al jarenlang natuurlijk die grote stad... Ja. Wat er gebeurt is dat men met elkaar van alles doet en dat Tiel blijft. Ja, maar als je de kaart maakt van de pinopnames, dan merk je dat mensen in Ophemert buitengewoon veel in Tiel komen. Ja, precies. En mensen uit Zoelmond komen ook buitengewoon in Tiel. Dus het echte gedrag van mensen, waar halen ze hun voorzieningen, waar gaan ze uit? Ik vind die kaart veel interessanter. En waar beleven ze cultuur? En waar beleven ze dingen, vind ik veel belangrijker dan alleen maar het dorpsgevoel. Ja, het dorpsgevoel leeft vooral heel erg sterk bij wethouders en gemeenteraadsleden. Maar burgers zijn daar veel zakelijker in. De naam zegt het al, rivierenland, water. Er is heel wat daarmee gaande is. Hè. Die Waal, dat wordt steeds drukker. Ook een logistiek hotspot, deze regio. Medel is daar van belang in. Wat kan die provincie betekenen? Nou, er zijn twee dingen die we gedaan hebben. Het eerste is, we hebben blusboten op de Waal. Mm-hmm. En die worden deels door de provincie gefinancierd. Dat is ook heel belangrijk qua veiligheid. Er gaan heel veel chemicaliën over de Waal. Eentje staat op permanent in Nijmegen en eentje permanent in Tiel. Precies, ja. Dus die wordt door de provincie ondersteund. Ja, en als een brand op de rivier is, de rook komt met zuidwestenwind gewoon hier Tiel binnen. Mm-hmm. Dus het is echt gewoon belangrijk voor de veiligheid van Tielenaar dat die boten gefinancierd blijven. Daar heeft D66 voor gestemd, de PVV bijvoorbeeld tegen. Tweede voorbeeld, de rivierstand wordt steeds hoger. Dus nu ook wel gezellig langs de Waal. Het is hoog. Dan moet je gaan ingrijpen, moet je die dijken verbeteren. Zorg dat er geen water doorcijpelt, want dan heb je natte voeten in Tiel-Oost. En tweede, we moeten meer ruimte aan die rivier geven. En een van de projecten die daar echt aan bijdraagt is de Nevengeul bij Varik. Dat is niet leuk voor mensen in Varik. Maar het is wel belangrijk om voor Tiel en Gorkum om de voeten droog te houden. Ja, dat is onder het motto van geef de rivier de ruimte. Ja. Ja, dat zijn geen leuke ingrepen, maar dan liever een aantal kleine ingrepen die weinig mensen raken, dan dat je zeg maar, aan de hele rivierdijk moet aanpakken, verhogen. Dat is voor heel veel mensen lastig. Als je kijkt naar lokale gebeurtenissen rondom bijvoorbeeld cultuur, hebben we het in dit geval over het Corso. Ja. Vindt de provincie dat belangrijk? Nou, de Corso wordt ondersteund nu met een kleine financiële bijdrage. Gelukkig is de Corso vooral iets van mensen zelf, waar enorm veel energie en inspiratie en verbeeldingen in zit. Dus het is iets van het riviergebied. Wij ondersteunen dat in beperkte mate, omdat we dat evenement breder willen trekken. Het is gewoon een heel belangrijk evenement en dat is heel vitaal. Ja, denkt de hele provinciale staten daar zo over? Ja, tot mijn verbazing vond de PVV dat een versleten evenement, wat niet meer gesteund hoefde te worden. En ze pleiten ervoor van, nou, doe nou meer aan de detailhandel in de stad. Maar een uurtje geleden, daarvoor hadden ze juist gezegd van, nou, we moeten niet aan die stadscontracten doen, dus ook niet de detailhandel verbeteren. Nee. Ja. Okay. Nou, kunnen ze zelf toe gaan lichten tijdens... Ze mogen hun eigen inconsistenties maar uitleggen aan de kiezer. Ja, oké. Tot slot, wil je nog iets toevoegen? Want het zijn drukke tijden voor jou nu, hè? Tot de 18e. Het zijn drukke tijden, elke dag op stap. Vandaag op zaterdag ben ik ook als schrijfwilliger op stap. Maar dat hoort erbij, in gesprek gaan, je verhaal vertellen. Blijft toch smullen, hè? Politiek is een van de leukste hobby's die er zijn. Ja. Het gaat over alles. Okay. En het gaat over iedereen. Nou, we gaan jou veel succes wensen met je fractie om die 8 zetels binnen te slepen. Dankjewel. Mag ik je danken voor het gesprek? Graag gedaan.
Onze tweede gast in het koetshuis is Pieter van den Burg, fractievoorzitter van de PVDB. Pieter, van harte welkom. Nu bijna een jaar na de verkiezingen. Hoe gaat het? Nou, dan gaat het jaar wel heel snel. Nou, 18 of 19 maart waren de verkiezingen voor. Ja, dus daar zitten nog 3 maanden tussen. Het gaat goed met ons. We zijn aardig aan het ontwikkelen. We zijn met 4 mensen nu in de raad. En we zitten ook met een aantal mensen in de commissies. En we zijn heel snel aan het leren. Dat leerproces, vertel daar eens iets over. We hebben elke maandag fractievergadering. En dan komen we bij elkaar. En dan gaan we onze belevenissen vertellen die we meegemaakt hebben in diverse commissies. Maar gaan we ook de agenda voorbereiden voor de komende commissies en de raadsvergadering. En dat gaat op dit moment op een hele leuke manier. Ja. De PVDB, Partij van de Burgers. Is het een nieuw geluid in die raad? Heb je de indruk dat dat zo ervaren wordt? Dan moet je de andere mensen vragen. Want ik kan daar, omdat je zelf midden in dat proces zit, kun je daar moeilijk iets over zeggen. Omdat ik zelf ook 4 jaar zelf in de raad heb gezeten. En dat was pionierswerk, hè, zoals je het zelf vertelde. Dat was een beetje pionierswerk. En ik heb nu wel het gevoel voor mezelf en dat ik het prettiger vind om met mensen samen te werken. Ja. En dat is natuurlijk je eigen partij. Je hebt dus meer structuur doordat je meer mensen hebt. Een bredere achterban? Wij zijn toch wat we ook vaak merken is, we hebben ook een soort burgerloket ingesteld dat toch best goed functioneert. Wat is dat? Dat is dat mensen ons kunnen bellen of mailen ten opzichte van vragen van hoe zit dit in elkaar. Dat doen we Jenny Groen en wij worden toch wel wekelijks gebeld of gemaild met vragen omtrent zaken die in Tiel spelen. En niet dat wij overal een oplossing over kunnen geven, maar wij kunnen wel mensen helpen van nou dan moet je daar zijn of je moet die bellen. Dus dicht bij de mensen? Ja. Wij hebben elk jaar een verkiezing. In het begin deden we dat zelf als Stadstv Tiel. Inmiddels is het een beetje breder, dus laten we maar zeggen de gezamenlijke Tielse media. We hebben weer rond de tafel gezeten. Wie zou er nou politicus van het jaar kunnen worden? Wie zou daarvoor een aanmerking kunnen komen? Uiteindelijk, je voelt hem al een beetje aankomen. Ben jij het geworden? Dank u wel. Pieter van den Burg, politicus van het jaar 2014 van de Stadstv. Dank u. En dat gekozen dus door de 3 media. Ja. Hoe vind je dat? Nou, dat vind ik ontzettend leuk. En dat is op basis van het feit dat je het voor elkaar gebokst hebt. Ja. Om neer te zetten wat er neergezet is. Ja, ik ben daar zelf wel trots op dat je van 1 zetel... Je weet, ik kom terug of ik ben vanuit de Partij van de Arbeid gekomen. En heb toch zelf een eigen partij opgericht. En als dat dan ook 4 mensen in de raad brengt, dan ben ik daar ontzettend trots op. Maar ook al de mensen die voor onze partij deelgenoot zijn in de commissies. En dat loopt heel goed en daar ben ik heel trots op. Nou, terecht. En vandaar ook deze prijs. Politicus van het jaar 2014 van de gemeente Tiel. Nee, dus ik kom nu in het goede rijtje. Je zit nu in het goede rijtje. Ik zit nu in het goede rijtje. En waar gaat... Je krijgt wel... Die komen bij mij op de kamer te hangen natuurlijk. En krijgen een heel mooi plaatsje. Heel goed, heel goed. Het gaat goed, zei je zelf al, met je partij. De statenverkiezingen komen eraan. Ook daarin wordt gekeken of die partij daar van jou een plaats kan krijgen. Hè? En dat is dan bij de lokale partijen Gelderland. Ja, wij zijn in gesprek, in oriëntatie met een aantal regionale partijen. Mm-hmm. Dat zijn partijen uit Neerijnen, uit Geldermalsen, uit Buren. Mm-hmm. Waarin ook allerlei lokale partijen zitting hebben. Er zitten een aantal wethouders zelfs in Geldermalsen en in Buren. Ja, Sander van Alphen. Sander van Alphen, om te kijken of we gezamenlijk een soort platform in Gelderland kunnen opzetten van alle lokale partijen om mee te doen aan de provinciale verkiezingen. Dat is natuurlijk kort dag. Dat is heel kort dag, daarom moet het ook secuur gebeuren. Daar, dus we moeten ook een aantal procedures daarin van hoe ga je zo'n lijst dan samenstellen, wie gaat er dan wel of niet verkiesbaar zijn en dergelijke. En dat zijn we op dit moment in de laatste fase van onderzoek. Gaat dat nog goed komen voor die 18e? Dat weten we niet, want het hangt natuurlijk ook in het vertrouwen in elkaar. Want we zijn heel kort bij elkaar gezet en dan moet je het daar maar mee doen. Dus dan moeten we maar eens op de blauwe ogen geloven. Wat wij wel willen is, kijk, er liggen nu bijvoorbeeld kansen in de provincie. Omdat het natuurlijk met de populariteit van dit kabinet is nog niet zo echt groot.
Wij verwachten ook dat de Partij van de Arbeid en ook de VVD toch wat tegenslagen gaan krijgen in die provincie. En 30% van de mensen kiezen toch lokaal tegenwoordig. En ja, wij willen dan ook een soort... Dat is 1 op de 3. Dat is 1 op de 3. En wij willen ook daarin dat mensen een ander alternatief hebben dan op de PVV stemmen. En dat je dus ook lokaal in Gelderland je kunt vertegenwoordigen voor gelden en subsidies die hier naartoe komen. En die lokale partij, die naam die zegt het al... De zaken lokaal houden. Dus invloed houden op wat er in hogere lagen van de overheid gebeurt. Nou ja, er zijn bijvoorbeeld in de provincie, dat gaat voornamelijk over economie, hè, de logistieke hotspot. Maar het gaat ook over de logistiek, de infrastructuur, verbreding van de A15. Maar ook hier de contractgelden, hè, zoals nu dan de West-Luidense Poort. Maar ook het hele poortensysteem. Dat wij invloed in de Staten kunnen houden op die regiocontracten. En niet dat we dan afhankelijk zijn van bijvoorbeeld D66, de VVD en de PvdA en het CDA bijvoorbeeld. Om die vaak landelijk beleid... Ook provinciaal beleid daarin veiligstellen, ja. Oké. Jij bent zelf, zit jij ook in de agendacommissie van de regio Rivierenland. Hè? Dat is ook zo'n overheidslaag waarin een samenwerksverband van 10 of 12 gemeentes uit het Rivierengebied. Ja, 10 gemeentes. Ja. Wat doet die agendacommissie? Die bepaalt de agenda. Dat is logisch. Dan komen op een gegeven moment de wethouders bij elkaar die in bepaalde vakgroepen zitten en die gaan vergaderen over de onderwerpen die wij aandragen en die wij ook bespreken, dat ze op de agenda zouden moeten komen. En dat is bijvoorbeeld nu... Die was er eerst nog niet? Die was er volgens mij eerst nog niet. Het is een soort presidium wat we zelf ook in de gemeenteraad hebben. Dus het wordt heel technisch. We gaan niet over de inhoud zitten praten, maar wel van hoe kunnen we dit onderwerp bijvoorbeeld aanvliegen. Wat is dan ook de legitieme keuze om dit op de politieke agenda te zetten van de regiogemeentes. Het kan zelfs ook zijn dat wij zeggen van nou, het is niet zinvol om dat met z'n tienen te gaan bepraten. Omdat alleen maar dit gedeelte of 4 of 6 gemeentes daar eigenlijk mee te maken hebben, de andere niet. Dus we geven daar ook wel een advies in. En dat gebeurt onder leiding van de heer Van Schelven. De voorzitter van de regio Rivierenland. Ja, en burgemeester van Culemborg. Burgemeester van Culemborg. Het is op dit moment natuurlijk aftasten van hoe dat gaat werken. Want het is de eerste keer is er een soort bijeenkomst geweest. Hè? Dat is vorige week. En wij komen 2 à 3 keer per jaar bij elkaar om die agenda dan te bespreken. Dus dat wordt ook in de tijd gezet. Mm-hmm. En... dat is afwachten. En wij goede ontwikkeling of wassenneus? Nou, wassenneus wil ik nog niet zeggen. Maar wij zijn natuurlijk wel sceptisch. Wij zijn natuurlijk wel sceptisch in de zin, want je wordt steeds als politicus toch vrij achteraan gezet in het besluitproces. En wat wel heel erg leuk is, dat alle gemeentes, die hebben iemand van de coalitie als wel van de oppositie afgevaardigd. Dus je zit daar met 2 mensen in. Ik zit er met Nathan Granissen in van de coalitie. En wij hebben dus gemerkt... PvdA. Ja, van de PvdA. En wij hebben dus gemerkt dat dus alle gemeentes die samenstelling wel hebben, ja. En dat... Dat betekent dus dat de raad in zijn algemeenheid, dus dat er niet een coalitievorming binnen zo'n agendacommissie is van nou de coalitie wil dit of dat erdoor drukken. Nee, er is dus echt een soort evenwicht ontstaan. Ja, dat is gewoon natuurlijk. Ja. Er is voor gezorgd dat dit niet gebeurt. Nee, dat klopt. Oké. En dat is natuurlijk dat is mooi. Dat is al een voorsprong, ja. Die lokale partij in Gelderland, als dat allemaal gaat lukken, dan moeten jullie ook iemand afvaardigen. Pieter van den Burg zelf? Hoe bedoelt u? Als die lokale partij in Gelderland, als dat daadwerkelijk gaat lukken om die. Oh, u zit weer in een ander verhaal. Ja. Gaan we terug naar die. Nou, dan wordt er een. Er is dus op dit moment is er een concept. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, waar liggen jouw ambities? Ik heb heel veel ambities tot voetballen toe, maar voetballen lukt niet meer. Dus. Dan kun je altijd een voorzitter worden. Er is een conceptlijst waar we nu over praten met de naburige lokale partijen. Met mensen dus erop namen? Ja, met name erop. En mijn naam komt daar ook op voor. Ja. Maar ik weet niet of die daarop blijft staan. Want dat praten we met z'n allen hier aankomende maandag weer over. Oké. Oftewel, dat is allemaal hot nieuws. Nou, niet hot nieuws. Er zijn hier bijvoorbeeld wat meer mensen die hier vanuit Tiel misschien op zo'n lijst hebben gestaan. Ik weet dat de fractievoorzitter, wethouder van D66,
Laurens Spar, die heeft een keer op een landelijke lijst gestaan. Desalniettemin helemaal onderaan, maar hij stond er wel op. Dus waarom zouden hier niet mensen uit Tiel op zo'n lijst komen staan? En ik denk dat het ook goed is dat mensen vanuit Tiel zich vertegenwoordigen in een provinciale omgeving. Ja. Even terug dan naar die ambities. Vliegen we via een andere kant aan. Wat gaat Pieter van den Burg doen? Blijft hij op de plaats zitten waar hij zit? Heeft hij een idee van, hey, ik ga alsnog eens een keer voor dat wethouderschap? Slaat hij zijn vleugels uit? Ik blijf in ieder geval hier in de raad in Tiel zitten om onze partij in ieder geval meer richting en vorm te geven. En ik ben hier voor niks politicus van het jaar geworden, dus ik ben ook adelverplicht, zou dat zeggen. Dat is zeker zo. Ja. Hey, daar gaan we jou veel succes bij wensen. Mag ik je danken voor het gesprek. Dank je. En nogmaals gefeliciteerd. Merci. In het koetshuis nu de derde gast en dat is Ans Dukesnooy. Zij is de fractievoorzitter van de VVD hier in de gemeente Tiel. Ans, van harte welkom in het koetshuis. Nu bijna ook alweer, hè. Ik zei het tegen Pieter van den Burg, ook al een jaar onderweg. Oh, 9 maanden ongeveer. Nou, goed, dat, is toch april, bijna, dat is toch ja, bijna een ja, jaar. Ja, dat is waar. En jij als fractievoorzitter, hoe bevalt het? Ja, het bevalt me heel goed. Ja, het is even wennen natuurlijk, want het is toch wel iets anders dan wanneer je raadslid bent, maar het bevalt me heel goed. Wat valt je nou op? Wat is nou het leuke van die Tielse politiek? Nou, Er gaat heel veel tijd in zitten, maar gelukkig heb ik die tijd en die wil ik er ook graag insteken. Wat het leuke eraan is, ja, ik weet niet of leuk het woord is, het mooie eraan is, vind ik, dat je bezig bent met je stad en dat je de stad Tiel gewoon op een andere manier gaat bekijken als politicus. In het verleden, toen ik niet zo actief was in de VVD, dan rij je door Tiel en of dan fiets je door Tiel en dan kijk je verder niet zo om je heen. En nu zie je dingen veranderen en denk je, goh, wat mooi dat we dit weer bereikt hebben of wat mooi dat we hiermee bezig zijn. En dat vind ik wel, dat is heel anders. Ja, in die zin is het best wel daadkrachtig, hè, dit gemeentebestuur. Ja. En ook de raad natuurlijk, want er gebeurt nogal wat. Meer sluitende poorten, ja. Aan alle kanten wordt er gebouwd en gedaan. Goede ontwikkeling voor Tiel. Ja, en zeker in deze tijd is het toch prachtig als je een plan als de Westluiderse Poort kunt uitvoeren. Als je kijkt om je heen, hoe weinig er kan. En in Tiel zijn we volop bezig om toch zaken te verbeteren. Ja, wij zijn daar heel positief over als VVD. Hoe werkt het binnen de coalitie? Gaat dat goed? Ja, daar ben ik... Je zou natuurlijk ook niet zeggen, want het gaat helemaal niet goed. Nee, maar ik zou ook jokken als ik zou zeggen dat het niet goed gaat. Want ik vind, het is natuurlijk mijn eerste keer, maar ik vind dat het heel goed gaat. We hebben duidelijke en goede afspraken met elkaar gemaakt. En zolang iedereen zich daaraan houdt, en dat gebeurt gewoon. Mm-hmm. En ik denk ook dat we een prima coalitieakkoord hebben gesloten, waar wij ook tevreden over zijn. Dan denk ik dat het gewoon goed gaat. Ja, vind jij dat duale bestellen goed uitkomt? Dus dat de raad zeg maar de beslissingen maakt en dat het college andere dingen kan doen. Dus ook de wethouder van de VVD? Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat de raad altijd beslist. En duaal, ja, het kan altijd beter. Maar ik denk dat we goed op weg zijn. Ja, waar zie jij verbeterpunten? Nou, verbeterpunten zijn, die hebben we ook in het coalitieakkoord besproken en afgesproken, om dus in de raad meer open discussies te gaan houden. Dus dat er een startnotitie, noemen we dat dan, komt over een bepaald onderwerp en dat we als raad eerst over discussiëren en zeggen van, nou, wat willen we nu eigenlijk en hoe zien wij dat voor ons? En dat we dat daarna teruggeven aan het college en dat zij dan weer daarmee verder gaan. Ja, dus dat de raad zeg maar voorop lopen in plaats van achteraf. Ja, ja, dat is ook de bedoeling van het duale stelsel natuurlijk. Ja. Ja, en dat moet zich nog verder ontwikkelen. Ja, ik denk dat dat ook een ontwikkeling is die zich moet blijven ontwikkelen. Dat zal nooit helemaal zijn zoals iemand het wil. Maar dat ligt ook aan de tijd. Dat ontwikkelt zich verder. Dat gaat goed. Iets wat jou gestoord heeft, misschien een groot woord. Dat was bij de laatste raadsvergadering de OZB. Ja. Dat is een issue geweest. PVDB uitgesproken ervoor om het een en ander niet te verhogen. Tiel doet dat wel. In die zin de indexering, hè? De landelijke indexering, wat jaarlijks eigenlijk gebeurt. Ja. Praat je over een bedrag van rond de 170.000 euro. Ja. PVDB zou graag zien dat het helemaal niet te verhoogd wordt. En dat het geld gewoon bij die burgers blijft. Ja. En eigenlijk werd er gezegd, die VVD, ja, hartstikke leuk. Maar zij zijn gewoon voor. Kost dus geld.
Ja. Ja, ik heb de discussie niet kunnen volgen, omdat ik die avond er niet was. Ik was ziek, ja. Zoals zoveel had ik even een griepje. Maar ik heb het op Stadstv gezien. En ik heb begrepen dat de Partij van de Burgers niet begreep waren, omdat wij met het collegevoorstel hebben ingestemd. Het is in Tiel de laatste jaren zo lang, als ik weet, dus dat is zeker al 6 jaar zo. Ik weet niet exact hoe lang dat is. Dat wij de OZB alleen verhogen met het inflatiepercentage. Dat wil eigenlijk zeggen dat het niet echt verhoogd wordt. En bovendien is het zo dat als gemeente heb je natuurlijk ook geld nodig. En je hebt als gemeente heel weinig mogelijkheden om buiten de rijksbijdrage om geld te genereren. Eén daarvan is de OZB. De OZB in Tiel is heel laag, zeker als je kijkt naar onze omgeving. Dus zeg maar in de regio heel laag, maar ook landelijk. Dat heeft alles te maken met dat Tiel het al jarenlang goed gedaan heeft. Hè? We hebben geen rare grondposities. Nee, gelukkig niet. Afschrijving, nee. Dus daar kunnen we de besturen van de afgelopen jaren kunnen we daar voor danken. Ja, en wij hebben ook altijd nog een sluitende begroting. Maar het is wel zo dat je geld nodig hebt. En de VVD vindt dan ook juist dat elk jaar het inflatiepercentage, dat daarmee de OZB verhoogd wordt. En in die zin begrijp ik eigenlijk ook de Partij van de Burgers niet. Want je slaat een gat in de begroting en waar haal je dan, waar ga je dan op bezuinigen? Ja, Karel Kreuk gaf aan dat op een begroting van 125 miljoen er best wel 173.000 euro gevonden kon worden. Voorbeeld werd niet genoemd. Nou, dan nodig ik haar uit om te zeggen waar ze dat dan vandaan denkt te halen. Want ik denk dat dat heel moeilijk is. Want we hebben het laatste jaar natuurlijk al verschillende keren moeten bezuinigen. En ik denk niet dat je zomaar ergens 173.000 euro vandaan kunt halen. En nou zouden we dan, ik denk ook dat als jij dat als partij voorstelt, dat je dan ook met een oplossing moet komen. Want je slaat een gat in de begroting. Dan moet je ook zelf met een oplossing komen, lijkt mij. Helder. Ja. De partij zelf, de VVD, natuurlijk landelijk, timmert flink aan de weg. Moeilijke tijden. Ja. Lokaal, hoe gaat dat? Ik denk dat we het lokaal heel goed doen. En landelijk, ja, dat is natuurlijk gewoon, het is altijd zo als je in een regering zit, sta je bijna altijd onder druk. Dus maar in Tiel zelf. Vooral in deze tijd natuurlijk. Vooral in deze tijd. Het is een hele moeilijke tijd. Maar ik denk zelf dat het kabinet het goed doet. Ja, maar de samenwerking, hè, het is een verstandshuwelijk. VVD, PvdA, hoe is dat in Tiel? Nou, in Tiel is het denk ik geen verstandshuwelijk. Ik denk dat we in Tiel als coalitie gewoon gezamenlijk proberen Tiel nog mooier en beter te maken. En dat lukt gewoon heel goed. Komt dat door die katalysator van bijvoorbeeld D66, die daar ook als, niet Tiel als grootste partij tussen zit? Of nee, heeft dat daar niets mee te maken? Nee, daar heeft het denk ik niets mee te maken. Het gaat gewoon om 4 partijen die gezamenlijk iets afspreken. En de een vindt misschien dit en de ander vindt misschien dat. Maar tenslotte hebben we, of aan het eind hebben we een prachtig coalitieakkoord afgesloten. Waar we als VVD zeker blij mee zijn. En ik denk ook andere partijen. En dat werkt gewoon heel goed. Hoe zie jij de toekomst voor de komende 3-4 jaar in Tiel? Als het gaat over de ontwikkeling van de stad in relatie tot de politiek. Ik denk dat ik de toekomst positief kan zien. Kijk, we zijn natuurlijk met een aantal projecten bezig. Die worden afgemaakt. Denk bijvoorbeeld aan, kom ik weer met de WLP. Maar we zijn ook bezig om de achterstand bijvoorbeeld weg te werken. Wat wegenonderhoud betreft, daar hadden we wat achterstand opgelopen. En we zijn druk bezig om de transities in te vullen. Ja, nee, dat is natuurlijk niet alleen in Tiel, maar in heel Nederland. Hè? Ja. De zorg en welzijn. Ja. Maak je je zorgen? Ik maak me niet direct zorgen, maar aan de andere kant denk ik wel dat we heel erg op onze tellen moeten passen. Mm-hmm. Gelukkig hebben wij in Tiel gekozen voor, zoals we dat noemen, een zachte landing. Wat is dat? Dat wil dus zeggen dat we vanaf 1 januari de mensen die dus gebruik maakten van alle sociale voorzieningen die er zijn, voorlopig nog niet, hoe moet ik dat zeggen, dat we daar voorlopig nog niet aan tornen, maar we zijn heel goed bezig om te kijken van wie heeft nu wat nodig. Want het is natuurlijk wel zo dat als je zorg nodig hebt, en dat is heel belangrijk, dan moet je die ook krijgen. Ja. We krijgen steeds minder geld van de landelijke overheid. Dus op de een of andere manier moeten we gaan kijken hoe kunnen we het geld wat we krijgen zo zorgvuldig mogelijk en zo goed mogelijk besteden. En ik denk dat de VVD daar ook een debet aan is om dat goed te laten verlopen. Er zullen nog heel wat dingen geregeld moeten worden, maar ik heb daar wel vertrouwen in. Ja, je staat bekend als iemand die echt op de punten en de komma's weet en bekijkt. Heb je de indruk dat de wethouder de zaken goed voor elkaar heeft als het gaat om welzijn en de zorg? Het is niet één wethouder, maar dat speelt eigenlijk door het hele college heen natuurlijk. Ik denk wel dat zo is. De minister van de CDA is natuurlijk, dat is wel zijn hoofdportefeuille, zullen
zullen we maar zeggen. Ja, bijvoorbeeld maar onze... Het raakt natuurlijk elkaar, de wethouder VVD, maar zijn medes heeft er ook mee te maken. Ja, die heeft jeugd in zijn portefeuille. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook een groot stuk wat uit die zorg komt. Dus het is een gezamenlijk proces en ik denk dat dat goed gaat. Mooi. Tot slot, heb je nog iets toe te voegen aan ons gesprek? Wil je nog iets kwijt? Nou, wil ik nog iets kwijt. Ja, nou, dat ik vind dat het in Tiel, dat wij het ondanks de economisch moeilijke tijd heel goed doen. En dat wij daar als stad trots op kunnen zijn. Nou, dat vind ik een heel mooi slot van dit gesprek. Mag ik je danken? Graag gedaan. Dat waren drie interessante gasten in deze aflevering van het Koetshuis. Volgende maand zijn we er natuurlijk weer, dan weer met meer politiek nieuws uit het Tielse landschap. Tot dan.